In deze video onthullen wij de locatie van het Nationaal Gemeenteraadsdebat en kondigen we een nieuwe partner aan. Vorige maand kondigden we het Nationaal Gemeenteraadsdebat 2018 al aan. Vandaag heb ik drie leuke updates. Ten eerste, ik mag vandaag de locatie bekendmaken. Het Nationaal Gemeenteraadsdebat 2018 zal plaatsvinden in de gemeente Hilversum. Niet alleen een locatie centraal in het land, maar ook een goed bereikbare plek. In de prachtige burgerzaal, ontworpen door Willem Dudok, zullen op 15 december meer dan 150 raadsleden met elkaar in debat gaan. Maar ik mag nog meer aankondigen. We hebben namelijk ook een nieuwe partner. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal tezamen met het ministerie van BZK en de gemeente Hilversum partner zijn. Zij zullen niet alleen inhoudelijk meedenken, maar ook meehelpen met de promotie. Maar het houdt niet op. We hebben namelijk ook nog een update over de vaststelling van de thema's. Niet alleen jij als raadslid mag meedenken over het onderwerp, maar we hebben ook de landelijke bestuurdersverenigingen van de politieke partijen bereid gevonden om inhoudelijke input te geven. Zo komen we via het poldermodel tot de drie definitieve stellingen waarover jij gaat debatteren. Kortom, we hebben een locatie, we hebben een inhoudelijke partner en we weten hoe we de thema's gaan vaststellen. Ben jij na het zien van dit filmpje enthousiast en denk je, daar moet ik bij zijn? Klik dan op de link hieronder. Wil jij meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de link hierboven.